Saskia en vandaag wil ik het graag met jullie hebben over verzekeringen. Misschien een beetje saai onderwerp, maar wel heel erg belangrijk als je het hebt over persoonlijke financiën. Het afsluiten van verzekeringen kan aan de ene kant een beetje een lastige klus zijn, omdat je eerst moet nagaan welke je allemaal wel of niet nodig hebt. En het kan ook wel een kostenpost zijn per maand, maar aan de andere kant kan het je ook een boel geld schelen wanneer je wel een keertje je verzekering nodig hebt gehad. Het is dus maar net vragen wat jij wel of niet relevant vindt. Mijn hele leven loop ik er al tegenaan. Mensen die wel gelijk hebben, maar het niet krijgen. En hoe komt het toch dat door alle eeuwen heen mensen hun recht niet krijgen? En daar is maar één antwoord op. Een kwestie van centen. Recht is duur. Wist je dat 88% van de Nederlanders op reis gaat met een reisverzekering? En dat is heel verstandig, want wist je dat je met een reisverzekering gedekt bent voor bijvoorbeeld een auto-ongeluk of een beroving? Maar ook voor als je bijvoorbeeld gebeten wordt door een aap. Dat zal je maar gebeuren. Verzekering voor de spullen die je in je huis hebt, dat is de inboedelverzekering. Overigens zijn ook de spullen in de schuur of garage en in de tuin verzekerd. Als jij de woning in bezit hebt, heb je als huiseigenaar een opstalverzekering nodig. Bij deze opstalverzekering verzeker je je huis voor herstel of zelfs het helemaal heropbouwen naar schade. Had je nog niet genoeg gebroken?